Beste bezoeker, allereerst wil ik u hartelijk danken dat u de tijd genomen heeft om te kijken naar deze boodschap met betrekking tot tijd. Tijd heb ik gemerkt de afgelopen 18 jaar, daar hebben best veel mensen moeite mee. En daarom geloof ik dat het goed is dat we goed nadenken over hoe gebruiken we nou onze tijd. Want veel mensen jachten, jagen, rennen, vliegen en leiden daardoor een mindere kwaliteit van leven. En daar gaat het om. Het gaat erom dat we een hoge mate van kwaliteit van leven realiseren, zodat dit ook ten goede komt, niet alleen aan onszelf, maar ook aan de mensen om ons heen. En we hebben goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws, daar begin ik eerst mee. Het slechte nieuws is dat de tijd vliegt. U heeft misschien in een eerdere boodschap heeft u gezien hoe we met helikopter aan het vliegen waren. En dus, maar die tijd die vliegt ook. Die tijd die vliegt bijna van ons weg. Het goede nieuws is dat u en ik de piloot zijn. Wij zijn de piloot van onze tijd. Want elk mens heeft per dag 24 uur. Elk mens. En daarom is het goed om dus beseffen dat tijd in feite prioriteit is. Tijd is prioriteit. Dus als wij op die manier nadenken over hoe besteed ik nou het beste mijn tijd, dan betekent dat al dat we meer tijd gaan winnen. Mensen verliezen namelijk best veel tijd aan zaken en dingen die achteraf veel minder belangrijk blijven. En daarom heb ik een vraag in het leven geroepen die ertoe leidt, als u die vraag zichzelf constant herhaalt, dan gaat u ervoor zorgen dat u beter, of meer liever gezegd, optimaal met uw tijd omgaat. En dat is de vraag, wat is het beste gebruik van mijn tijd vandaag? Dus ik herhaal hem nog eens. Wat is het beste gebruik van mijn tijd vandaag? Het is ook goed om uzelf een statement te maken. In feite een soort belofte aan uzelf te doen. Dat doen we ook graag binnen de Grow-methode. Want willen we vooruit gaan, dan gaat het erom dat we ook veranderen. Dat we buiten onze comfortzone treden en dat we in een nieuwe zone terechtkomen van groei. Van groter comfort. En dat is het commitment. Ik zal op de best mogelijke wijze gebruik maken van mijn tijd vandaag. Ik herhaal hem. Ik zal op de best mogelijke wijze gebruik maken van mijn tijd vandaag. Tijd is kostbaar. En ik wil graag met u delen waaraan mensen tijd verliezen. Er zijn namelijk een aantal zaken die belangrijk zijn om te weten. Waar u en ik, we maken ons allemaal daar tussen haakjes aan schuldig, maar dat we weten als we daarmee bezig zijn, dan verliezen we tijd. En tijd is kostbaar. Ik heb hier een paar statements met betrekking tot tijd. Wanneer verspil ik tijd? Ik verspil tijd wanneer ik tijd laat wegvreten. Tijd wordt weggevreten door uitstel, door twijfel, door angst om een stap vooruit te zetten, door loze praatjes, geklets, geroddel, door lanterfanten en nutteloos gedrag, door ledigheid, door te veel televisie kijken, door zaken die in feite heel onbelangrijk blijken als we ze achteraf gaan bekijken. Dus het is goed om na te denken en te beseffen dat uw tijd één dag is. Een tijd, als we dat inkorten tot één dag, dan is een dag is een vat vol leven. Eén dag is kostbaar. Elke druppel eruit is dus kostbaar als het een vat vol leven is. En iets kostbaars, dat verspil je niet. Niet één druppel. Verspilling is je onder andere bezighouden met negatieve dingen van gisteren. Vandaag is kostbaar. Dus hou ik me met vandaag bezig en laat ik gisteren links liggen. De tijd van vandaag kan ik ook verspillen. Door die tijd te spanderen over piekeren, over de toekomst. Gisteren heb ik niet, die is voorbij. Morgen heb ik ook niet, want dat moet nog komen. Het enige dat ik heb is deze dag. Deze dag is mijn vandaag. Het enige dat ik heb is deze dag en deze dag is dus kostbaar en in feite onbetaalbaar. Als u zo over uw tijd gaat nadenken, dan zal het zo zijn dat u uw tijd al beter gaat besteden. En daar wil ik graag samen met u voor gaan. Want tijd is prioriteit. Dank u wel en graag tot ziens. Tot de volgende boodschap.